kunstenaar Harry Kolen werd in 1904 in de gemeente Meerssen geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij terecht in het schildersklasje van de schilder Puijenbroek, die vanuit Antwerpen was uitgeweken voor het oorlogsgeweld. Dit schildersklasje staat nu bekend als de Meersense School, waarin ook Charles Lijck en Henri Jonas deel van uitmaakten. Hij vertrok op 16-jarige leeftijd samen met zijn vriend en studiegenoot, de 2 jaar oudere Charles Lijck, naar Amsterdam om daar aan de Rijksacademie te gaan studeren. Lijck won de Prix de Rome en Kolen de zilveren medaille en de Therese Schwarze prijs. Hoge onderscheidingen in de kunstwereld. Beloond met een geldbedrag om zich verder te bekwamen in de schilderkunst. Beiden schilderden in opdracht de koningin in vol ornaat. Beiden keerden uiteindelijk, na een periode van afwezigheid, terug naar Zuid-Limburg om hun schilderscarrière hier voort te zetten. Beiden kozen voor een realistische schilderstijl, terwijl in die tijd expressionisme, cubisme en futurisme hoogtij vierden. Toch namen hun levens en carrière een geheel eigen wending. We zijn hier in het huis van Marij Kolen en we gaan haar een paar vragen stellen over haar vader, de kunstenaar Harry Kolen. Marij, jij was 31 toen jouw vader in 1985 overleed. Hoe was jouw vader als vader, maar ook als mens en als kunstenaar? Mijn vader was een heel rustige man, maar erg gedreven door zijn schilderskunst. Hij werkte echt van 10 tot 5, 6 dagen per week. Daarnaast was het bij ons thuis een hele bourgondische gezelligheid, waar veel vrienden over de vloer kwamen. En daar zorgde vooral mijn moeder door met haar gastvrijheid en schermde hem toch voldoende af, zodat hij goed kon werken en rustig kon werken. Want als hij emotioneel geraakt werd, dan was dat toch heel moeilijk. Dan kon hij zich moeilijk concentreren. We zien hier in huis nogal veel portretten. Hoe kwamen die tot stand? Nou, hij was natuurlijk gepassioneerd portretschilder en hij zocht voortdurend modellen. En daar waren wij wel vaak de aangewezen personen voor als kinderen. Uw grootvader, dus de vader van Harry Kolen, was dagloner die met diverse werkzaamheden zijn gezin onderhield. Dat was dus zeker geen luxe. Hoe kwam het eigenlijk tot stand dat hij ging studeren in Amsterdam aan de Rijksacademie? Hij had een passie voor tekenen, dat zei hij wel als kleinkind al. En zat in Meersen op school, ze woonde in Meersen. En waar toen ook op dat moment Puijenbroek verbleef, die gevlucht was uit Antwerpen
in de jaren 14, 18, oorlog natuurlijk. En die daar jongetjes schilder, tekenles gaf. Waaronder Charles Eijk, Volders en Jonas. En daar maakte hij ook deel van uit. Met de 2 jaar oudere Charles Eijk togen ze naar Amsterdam. Mijn vader was nog iets te jong om les toegelaten te worden op de academie. En hield zich in leven met het verven van het hek van het Rijksmuseum. En 's morgens zat hij dan model op de academie. En 's middags kon hij dan met lessen volgen alvast. Toen hij oud genoeg was, werd hij aangenomen op de academie. En hij ontmoette een geliefde in Amsterdam. Ja, zijn eerste vrouw, Ali Smit. Zij was toch een grote drijfveer voor hem om werk te maken en ook te verkopen. Dat gaf hem wel wat druk natuurlijk, want hij moest toch wel veel produceren en voelde zich op een gegeven moment wel een beetje broodschilder. Maar ze heeft hem wel na de academie enorm gevormd. Ja. Ja, want ze woonde zelfs een hele lange periode op de Prinsengracht. Ja. Dan moet je toch heel veel opdrachten voor krijgen. Ja. Hij heeft een prijs gewonnen. Hij heeft zijn vriend Huub Levigne geportretteerd en heeft daar de Therese Swartsprijs mee gewonnen. Dat gaf hem een geldprijs, maar vooral natuurlijk erkentelijkheid en waardoor hij veel opdrachten kreeg. En het ging hem eigenlijk heel goed toen. Mm-hmm. Ja. In die periode exposeerde hij ook veel. Waar heeft hij zo al geëxposeerd? Ja. Wel verschillende plekken, ja. In Berlijn, in Parijs. Er was ook een rondreizende expositie vanuit Engeland met Torop en Mondriaan onder andere. En daar nam hij ook aan deel. Terwijl Harry Kolen woonde en werkte in Amsterdam, verbleef hij toch ook nog regelmatig in Limburg. Ja, hij had hier nog een atelierruimte in Rotem, Houtem, in verschillende locaties, waar hij toch regelmatig terugkwam. En in de oorlog is hij daar ook wel naartoe gekomen, kon ook niet meer terug naar Amsterdam natuurlijk, dat was allemaal bezet. En heeft hier ook wel wat onderdak gegeven aan wat cultuurvrienden van hem, waaronder Sternheim, Van Dalsen. Na de oorlog, hij dacht in ieder geval dat die afgelopen was, is hij teruggegaan naar Amsterdam en kwam toen helaas in de hongerwinter terecht. En heeft hij dus nog meegemaakt. Ondertussen is er in Houtem een brandbom op zijn atelier gevallen, waardoor al zijn werk van dat moment en zijn materiaal verdwenen is. Zijn huwelijk met zijn eerste vrouw Ali kwam ook heel erg onder druk te staan. Na de oorlog keert hij dan definitief terug naar Limburg. Bij terugkeer in Nederland werden in een kamp in Bergen-ter-Blijt slachtoffers van de Holocaust opgevangen. Direct na de oorlog tekende Harry Kolen op indrukwekkende wijze deze slachtoffers. De tekeningen zijn opgenomen in het boek Mensen en Flarden van Frits Domen, dat in 1946 uitgegeven werd door boekhandel Wienans te Heerlen. Een heel aangrijpend boekje, waarin ooggetuigenverslagen opgeschreven en in beeld gebracht werden. Na de oorlog zocht Harry Kolen een atelierruimte. Hij werd door de gemeente Heerlen op het leegstaande kasteel Terworm geattendeerd. Vanaf 1946 ging hij hier wonen en werken. Vanaf die tijd mengde hij zich ook in het culturele leven van Heerlen. Zo bezocht hij bijeenkomsten bij mevrouw Meuleman, echtgenote van de toenmalige directeur van de Voetvrouwenschool. Huize Meuleman gold als een trefpunt van kunstenaars en intellectuelen. In 1946 exposeerde hij in het nieuwe gemeentehuis van Heerlen, ontworpen door ingenieur Peuts. Uw vader koos niet voor het Heuvelland, maar ging naar de oostelijke mijnstreek. Vanwaar die keuze?
dat was natuurlijk een beetje een economische keuze. Hier was de mijnbouw en met een enorme opbloeiende industrie, waar natuurlijk voor een kunstenaar wel wat opdrachten zouden liggen, kunnen liggen. Mm-hmm. Hij ontmoette mijn moeder. Zij was de dochter van de toenmalige directeur van de Staatsmijnen. Daardoor kreeg hij ook toegang tot de directie van de Staatsmijnen en heeft ook enkele directeuren geportretteerd daardoor. Dat was natuurlijk een geweldige erkenning. In 1954 voltooide hij een opdracht, een cyclus waarin de Bijbelse geschiedenis werd uitgebeeld. 12 grote schilderijen met 6 scènes uit het Oude en 6 uit het Nieuwe Testament. Omstreeks 1958 maakte hij een uitgebreide documentatie in schilderijen en tekeningen van het mijnbedrijf. Hij belicht hierin met name het zware werk en leven van de mijnwerker, zowel boven als ondergronds. Je vader heeft ook ander werk gemaakt en veel gereisd. Wat leverde hem dit als kunstenaar op? Nou, hij heeft natuurlijk heel veel mooie Limburgse landschappen gemaakt, maar hij zocht toch naar meer inspiratie. Dus hij is op een gegeven moment met mijn moeder zijn ze veel gaan reizen naar Frankrijk, heeft die Franse landschappen gemaakt. En hij heeft ook 3 maanden in Italië gewoond, Assisi, en ze heeft zich daar opnieuw laten inspireren. In 1937 realiseerde Brandbierbrouwerij het Kelderke, een ontvangstruimte voor de gasten. Marij, wat zie je hier? Het keldertje is ontworpen door de Limburgse architect Wilders. En de heren Brand die hebben onder andere mijn vader opdracht gegeven om het Limburgse leven uit te beelden. Om zo het keldertje aan te kleden. Dat heeft hij gedaan door middel van panelen op doek geschilderd die later tegen de wand geplaatst zijn. Waar we het Limburgse leven zien afgebeeld. Onder andere het zaaien, het oogsten. En de processie, het carnaval. Het leven in het café, de kaartavonden en de dorpsfeesten. Ook zien we dan op ieder paneel de prominente figuren uit die tijd afgebeeld. En hij zelf en de heer Brand staan als figuranten op 2 doeken. In 1969 kreeg hij, vanwege een baan van zijn echtgenote, meer armslag om vrij werk te maken. Naast zijn interesse voor het portret ging zijn belangstelling uit naar het figuratieve onderwerp. Dat vond hij naast werkende mensen, mijnwerkers, geïdealiseerde landschappen, boeren en Bijbelse voorstellingen in de schoonheid van de vrouw. In augustus 1995 werd de stichting Harry Kolen opgericht. Waarom was dat en wie waren daarbij betrokken? Mijn vader had een vriend, meneer Meeuwissen, met zijn vrouw. En die waren zeer gecharmeerd van zijn werk. En die kocht ook ieder jaar wel een stuk van hem. En dat waren voornamelijk grote religieuze werken. Daar moest op een gegeven moment, toen zij naar een bejaardenhuis gingen, moest daar onderdak voor gevonden worden. En dat vonden zij in Rolduc, waar monsieur Stassen toen directeur was. Onder leiding van meneer Stassen hebben we toen een stichting in het leven geroepen om het hele oeuvre eigenlijk een beetje te laten zien. Dus daar hangen die grote religieuze dingen, die ook in Rolduc thuis horen eigenlijk. Maar daaraan toegevoegd zijn ook is op later werk, wat landschappen en wat vrouwelijk schoon en is daaraan toegevoegd. Ja, waardoor je een hele mooie, mooi overzicht krijgt. Ja. 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 Harry Kolen heeft geschilderd tot aan zijn dood. Op 26 januari 1985 overlijdt hij op 80-jarige leeftijd op Terworm, te Heerlen. In zijn atelier te midden van zijn laatste schilderijen. Harry Kolen ligt samen met zijn vrouw begraven op het kerkhof Imsteren.
Ja.